De schaapskooi bij Bosbroek in Schijndel is een van de schaapskooien in Brabant die mede dankzij financiële hulp van de provincie kan overleven. Ja, de provincie levert een financiële bijdrage aan het behoud van deze kuddes. Voor een deel gebeurt het natuurlijk gewoon door degenen die grondeigenaar zijn en die ook betalen voor het beheer. Maar er wordt altijd nog ergens een stuk gat over in de financiering, waardoor een paar duizend euro extra van de provincie van groot belang is. En met de nieuwe subsidieregeling gaan we in feite wat meer kuddes subsidiëren dan dat we in het verleden hebben gedaan. De begrazing door schapen is belangrijk om het landschap hier in de huidige vorm in stand te houden. In dit geval houden we het gebied zoals we het graag willen hebben. Je hebt een natuurdoelstelling en die natuurdoelstelling die moet je in dit geval uitvoeren of zien te bereiken met schapen. Je kunt natuurlijk ook maaien, maar met schapen heb je de mogelijkheid om meer te sturen, te dirigeren. Dat wil zeggen, de stukken die intensiever moeten worden gemaaid of begraasd, daar zet je de schapen op vast. Bovendien worden binnen de kooi ook typische Brabantse schapensoorten, zoals het Kempische heideschaap, gefokt en zo worden die tegen uitsterven beschermd. En het Kempische heideschaap is natuurlijk kenmerkend voor het gebied, want vroeger noemden wij dit hier ook de Kempen. Op dit moment lopen zo'n 6 tot 7 grote kuddes hier met Kempische heideschaap in Noord-Brabant. Een herder die je professioneel in dienst hebt, die kost geld. En wanneer de opdrachtgevers wat beter over de brug zouden komen om de onkosten te kunnen dekken, ja, dan zou het wat makkelijker worden. Maar ja, er is geen enkele kudde hier in Nederland die zonder een subsidie dit werk kan blijven doen. Ja, schaapskudden zijn heel belangrijk voor Brabant. Ze zijn een beetje uit oog verloren geweest ook in de afgelopen tijd. Maar met name door subsidie vanuit het ministerie van LNV is het gelukt om een aantal historische kuddes ook vast te houden in Nederland. En we gaan in Brabant de regeling nu uitbreiden. Omdat wij zeggen van eigenlijk zijn schaapskudden heel goed voor natuurlijk beheer. En bovendien zijn ze toeristisch ook nog heel interessant natuurlijk.